Het is een spannende tijd voor badmintonvereniging Almere. De club speelt morgen de finale van het landskampioenschap. Ja, de bedoeling, die mannen kunnen gaan winnen. BV Almere speelt al 16 jaar in de Eredivisie. Maar ja, kampioen worden, dat is nog nooit gelukt. Wel stonden de Almeerders volgens mij 3 keer in de finale, hè, eerder. Gijs Berkelmans van de supporter van BV Almere. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan een nieuw spreekwoord introduceren voor jullie. 4 keer in scheepsrecht. Laten we het hopen. We zitten erop te wachten. Ja, hè? Ja, jullie zijn er wel aan toe, lijkt me. Het zou een historische overwinning zijn. Mochten we morgen het kampioenschap toch binnenhalen. Ja. We zijn de gedoodverfde favoriet, wordt gezegd. Maar dat zijn we eerder ook wel eens geweest. En het is ook wel eens fout gegaan. Ja, maar jullie moeten het even uitmaken tegen het Haagse Dropshots. Maar dat wordt dan weer gespeeld in Den Bosch. Moet dat op neutraal terrein? Iedere finale de laatste jaren wordt gespeeld in Den Bosch. Dat is altijd bekend. Oh. Dat wordt op die manier georganiseerd door de Badmintonbond. Ja, en met hoeveel supporters gaan jullie daar morgen heen naar Den Bosch? Nou, we gaan in ieder geval met een bus met 80 mensen. En ik verwacht eigenlijk dat we met rond de 150 mensen, dat er ook nog een aantal mensen op eigen gelegenheid die kant op gaan. Dat we met 150 mensen achter ons team gaan staan. En stel het lukt, hè, is er dan meteen in Den Bosch een groot Almeersfeest? Of gaan jullie lekker naar huis op het eigen honk flink feest vieren? Ja, ik denk allebei. We hebben sowieso 's avonds een feest georganiseerd, ongeacht de uitslag. Oh. Dat hebben we voorgaande jaren of voorgaande edities waarin we in de finale stonden ook gedaan. En dat beviel eigenlijk heel goed. Maar ik denk dat het feest in Den Bosch al aardig los zal gaan. Als er gewonnen wordt. Ja, ik vind het wel slim bedacht dat je sowieso een feest inplant. Dan kun je of je verdriet verdrinken. Nou, of op de winst proosten, toch? Tweede plek is toch ook mooi, Jolie? Gijs? Ja, nee, in de finale ga je voor de winst, toch, Gijs? In de finale ga je zeker voor de winst. Ja. Ja. Toch, het kan best een zware wedstrijd worden. Want jullie coach, Koda Butch, die vindt de tegenstander ook best een goede ploeg. Luister maar. Zij hebben een behoorlijke injectie gehad en vorig seizoen. En zij zijn de Eredivisie binnengedrongen. En ja, ze staan niet voor niets in de finale. Ze hebben gewoon ook een heel goed seizoen gedraaid. Ze hebben ook een brede selectie. Ook daar zit een oud topspeler met Dickie Paliama. Maar ook jonge talenten. Nou Gijs, wat vind je daarvan van zo'n opmerking? Ja, ik denk dat hij zeker gelijk heeft. Maar wij staan in ieder geval als één man achter het team. En we hopen dat we daarmee het setje de goede richting in kunnen geven. Maar kijk, iedere finale is er één op zich. We hebben in het seizoen hebben we geloof ik 3 keer gewonnen van Dropshot. Dus de kansen zijn er zeker. Maar het is toch weer een finale apart. Ja. Je moet hem wel nog even winnen. Zo is het, ja. Dat doe je niet zomaar inderdaad. Zeg, hoe laat begint die wedstrijd morgen? Om 1 uur in Den Bosch. Ook voor de neutrale kijker zeker een aanrader om een badmintonsport te komen zien. Mooi Gijs. Ik wens jou en alle supporters veel stalen zenuwen en succes morgen. Ja, dankjewel. Goed zo, Gijs, dankjewel.